hun huis nog te bereiken. De koningin gaat dus nu op weg naar het Abdijplein. Het Abdijcomplex, het ligt echt midden in de stad. Het is in de 12e eeuw gesticht door de kloosterorde Norbertijn. En tot 1574 was het een klooster. Daarna was het provinciale bestuurscentrum. Maar ook nu huist er nog de provincie in. Het is meerdere keren gerestaureerd. De laatste keer dus na dat bombardement op Middelburg van 17 mei 1940. En dit is de erehagen, die wordt gevormd door mensen die jarig zijn vandaag. En ze mochten ook allemaal één iemand meenemen, dus niet iedereen de staat is jarig, maar pakweg de helft. En ook Willem-Alexander en Maxima gaan nu onder de gistpoort door. En daar dus dat beeld van graaf Willem II. De Roomsrode Graaf werd hij ook al genoemd. En de koningin is inmiddels op het Abdijplein. Beide paarden, die worden gebruikt bij het ringrijden. En koningin Beatrix is, zoals bekend, een groot liefhebber van paarden. Ze rijdt zelf nog steeds paard. Ze zijn onder meer het Zeeuws Museum en dus het provinciebestuur en ook het Rosewood Study Center gevestigd. En dat is een instituut dat is gespecialiseerd in de Amerikaanse geschiedenis in de 20e eeuw. Want het is vernoemd naar president Roosevelt, die had namelijk Zeeuwse voorouders. En op het Abdijplein krijgt de koninklijke familie van de Zeeuwse ringrijdersvereniging een demonstratie ringrijden. Een van de bekendste traditionele sporten in Zeeland. Het zou zijn afgeleid van de toernooien en de steekspelen in de middeleeuwen. En jonkvrouwen lieten toen bij wijze van ereprijs een van hun ringen ophangen. Het zijn niet meer de jonkvrouwen die hem laten ophangen, maar het draait nog steeds om de ring. Het ringrijden, dat is hier een traditionele sport. En dat is op een ongezapeld paard. En dat is de kunst om daar in balans te blijven, om dan je ring te kunnen steken. Ik ben er al vroeg mee begonnen, op mijn 11e jaar, samen met mijn vader ging ik daar mee. En we hebben hier ook de Zeeuwse kampioenschappen. En ik ben kampioen van de Zeeuwse ringrijdersvereniging Ereklas. En Melinde Kassens. Ik zag je net iets overhandigen aan Willem-Alexander en Maxima. Wat heb je gegeven? We hebben een fotolijst met heel veel verschillende foto's van de kinderen en hunzelf gegeven op het strand. De fotosessie in Wassenaar was dat. Waarom dachten jullie van dat gaan we geven? Nou, we deden een soort iets overhandig waar je zelf aan iets aan hebben. En het is natuurlijk altijd leuk om foto's van jezelf te hebben om op te hangen of zo in je woonkamer. Hoe reageerden ze? Ze vond het heel leuk en ze heeft de tekst gelezen en ze vond het heel leuk dat we het hadden gedaan. Wat stond er achterop? Hallo, lieve prinses en lieve prins. Fijne dag en komt ook in de Barneveld, want daar wonen wij. Dankjewel. De koningin inmiddels bij het loopbaantje. Dat is een soort baan waarop de rijders oefenen in het steken. En dus ook kinderen, want ze doen het inderdaad van jongs af aan. Jorin Houterman. Hey, ook mis.
En we zien nog steeds de jeugd aan de andere kant ook erin lopen. Met echte ringrijders en volle traditie ook. De ring wordt door de ringoppasser opgehangen. De rijder mag dan wel aangeven waar die en hoe die moet komen te hangen. Naar links, naar rechts, oftewel wijder of nauwer, zeggen ze dan. En is het dan gelukt om de ring te steken, dan moet hij aan het eind van de baan aan de ringoppasser worden gegeven. Pas dan wordt hij echt genoteerd als raak. En zo'n wedstrijd bestaat uit 30 rondes. De winnaar moet echt alle 30 keer de ring steken. Bovendien moet het paard galopperen. Mag niet draven, stappen, laat staan, stoppen. Echt in galop moet het gedaan worden. En mochten er nou meerdere rijders zijn die alle 30 die ringen hebben gehaald, dan gaan ze door en dan iedere keer wordt de ring kleiner. Hier is de koningin bij een delegatie van de Molukse gemeenschap.